Maar voordat ik de naam erop noem, natuurlijk een hartelijk applaus voor de organisatie hier in Doetinchem. Ik denk dat dat mooi verlopen is zo, want het is nog net 4:30 en dan zitten de finales te gooien op. Dus een applausje voor de organisatie. Dan gaan we de naam erop noemen voor de jongens 18 jaar en ouder. Voor Raalte, nummer 65, Hessel Thijssen. Voor Nijkerk, 59, Erwin Hooyer. 8,63, uitkomend voor de Spartanen, Joel Barels. Voor Nijverdal, 9,14, Luc Scholman. 81, Raalte, Kenneth Pinkster. De nummer 7 is van Nijkerk en die draagt Cornelis Schipper. En dan krijgen we voor Putten, 102, Paul van der Leij. En aan de binnenkant, 5,57 op zijn plaats. Uitkomend voor het Twentse Ros uit Hengelo, Matthijs de Ruiter. Heren, succes! Oké, en wie is daar als eerst vertrokken? Het lijkt van der Leij te zijn. Of kan de Ruiter daar meekomen aan de binnenkant? Het lijkt van der Leij te zijn. En hoe gaat hij die bocht insturen? Wat kan de Ruiter? We zien Schipper op 2, de Ruiter op 3. Dan raken ze elkaar even. Dan is de Ruiter nog een beetje geleden, denk ik. We zien Pinkster op 4, Barels op 6. Scholman zit er nog tussen op positie nummer 5. Maar goed, vooraan is het spannend of niet? Het is in ieder geval van der Leij. Hij is een paar meter los. Krijgt met zich meer dan de Ruiter. Er wordt nog gesprongen. En we kennen Pinkster gaat nog een plekje naar voren. Hij schuift van 4 naar 3. Maar de winst gaat naar voren van der Leij. Op een nacht. Vandaag scoorde Louter eentjes, wist de promotieklasse te winnen en dus ook de 18+.